Kom maar terug. Ja, maar daar niet. Ja, iedereen bedankt voor hier bevroren tenen te komen halen en een rode neus. En voor zo vroeg op te staan. Ik denk dat het zeer belangrijk is dat we vertegenwoordigd blijven. Dat we ook volgende week, nee, 14 dagen dinsdag hier met zoveel mogelijk volk zijn. En dat we de basale betoging afwachten. Normaal is die gepland voor 9 maart, maar we zijn dan nog niet zeker. Maar nog niet zeker zijn dat het verzekeringscomité doorgaat. Nu, waarover gaat dit allemaal? Dit gaat over de zoveelste studie die niet betaald werd door onder andere het Visiv. Dat is de derde studie op rij. En elke keer weer een studie om te onderzoeken dat of dat wat wij doen eigenlijk wel maatschappelijk relevant is. Want, zoals ik al vroeger verteld heb, de laatste keer dat we hier op onderhandeling geweest zijn, hebben ze ons nog een keer verteld dat wat wij doen eigenlijk toch maar juist net hetzelfde is als wat de nomenclatuur, dus de privéwerkende logopedisten doen. En zij doen dat trouwens veel goedkoper. En het is nog lang niet bewezen dat wij dat dus beter doen en gezien dat we duurder zijn. En zolang dat dus niet duidelijk is dat we het beter doen, zijn zij eigenlijk niet bereid om enige aanpassingen te doen. Nu, wij vonden dat schandalig dat een overheidsinstantie die het beleid uitmaakt van onze sector eigenlijk niet weet, nog altijd niet weet, welke doelgroepen dat wij behandelen en op welke manier dat wij die behandelen. En we vonden het dringend tijd dat zij een keer merkten dat wij dat niet langer pikken. Alles is zeer duidelijk, zij weten wat wij willen, zij weten welke afleiding van doelgroepen dat wij willen. Onze voorstellen liggen al van 2005 ter tafel, dus het wordt nu een keer tijd dat er knopen doorgehakt worden. En ik vind dat wij dit moeten volhouden totdat die knopen ook effectief doorgehakt zullen worden. Dus ik hoop dat jullie het daar ook mee eens zijn en dat jullie samen de strijd voeren totdat die uiteindelijk gewonnen is. Bedankt allemaal. Voor ons stopt deze actie hier. Moet u nog blijven staan van mij. We leven in een vrij land. Onze actie stopt hier. De bedoeling is van zeker binnen 14 dagen dinsdag hier terug met minstens zoveel volk aanwezig te zijn. Ik weet, het is knopjes vakantie, maar ik hoor ook van een aantal instellingen dat het misschien wel gemakkelijker zou zijn om met veel volk te komen binnen die knopjes vakantie. Ik hoor van anderen dat ze hier vooral nu met een belangrijke delegatie aanwezig zijn. Spreek zoveel mogelijk mensen aan. Wij moeten echt zorgen dat we zeker met minstens zoveel zijn die dinsdag. En dan voor de betoging of de grote actie van 9 maart, hou alleszins uw mailbox of de mailbox van de persoon die contactpersoon is bij jullie in de gaten, want daar zullen we zeker nog nadere richtlijnen volgen. Een borden. Ook de afspraak die we vorige week gemaakt hebben op de belangengroep van borden mee te brengen om hier in het mooie grasperk te gaan stoppen tussen de hondendrollen. Die blijft dus onverkort van kracht, dus ook voor de volgende keer vragen we dat de mensen die daar wat tijd of wat goesting voor hebben, terug borden maken zoals ze nu een aantal staan. De bedoeling is dat we dat dan hier achterlaten en dat die hier dus zo lang mogelijk blijven staan. Ja, en die dinsdag gaat het wel degelijk over onze conventies. Hè? Dus de volgende keer als we hier gaan staan, zal het niet gaan over een studie, maar dan gaat het over de onderhandeling van de conventie zelf, dus van de doelgroepen en de werkingsmodaliteiten. Dus ik denk dat het dan zeer belangrijk is dat we hier staan om duidelijk te maken wat we willen. We gaan hier dan ook aan de deur ons eisenbundel afgeven, zodat ze boven ook weten wat wij willen dat daar beslist wordt.